Dirk Sparidans. Tilburger van geboorte verliet Tilburg op zijn 16e om zich volledig op het volleybal te richten. Omdat die mogelijkheden op dat moment nog niet waren in Tilburg. In 2011 keert hij terug naar zijn geboortestad om daar topvolleybal te spelen bij STV. En om te werken aan zijn maatschappelijke carrière. Ik studeer aan de Fontys, doe ik de PABO, dus de leraaropleiding tot leraar basisonderwijs. Dat heb ik opgepakt dit jaar. Ik heb in de afgelopen 3 jaar geleefd voor het volleybal. En daar veel progressie in geboekt. De combinatie tussen die twee is niet de meest voor de hand liggende. Er wordt altijd wel eens gezegd dat het studeren en het sporten eigenlijk de ideale combinatie is. Maar dat is voor een fulltime hbo-opleiding gewoon niet het geval. Ik combineer eigenlijk bijna 2 fulltime banen met elkaar. Goed, soms vraag ik mezelf ook wel eens af waarom ik dat doe en waarom ik zoveel vraag van mezelf. Er gewoon voor gaan, ervan uitgaan dat als je iets ergens instopt, dat je er ook uitkomt. En, dus daar hou ik me aan vast. Dirk heeft een drukke agenda. Ruim 20 uur studie per week, 25 uur volleybal, verspreid over 6 dagen en dan ook nog eens sociale verplichtingen. Hij is dus dagelijks met volleybal bezig. Maandag tot en met vrijdag zaaltraining in de T-kwadraat, maar dat is nog niet alles. Ja, wij trainen op maandag, dinsdag en donderdag trainen wij bij El Futuro doen wij krachttraining. De functie daarvan is in eerste instantie sterker worden. Dat klinkt natuurlijk wel simpel, maar daar komt het wel op neer. Maar ook preventief blessure behandelen. Hè? Dus op het moment dat jij je spieren sterker maakt om je gewrichten heen, is de kans dat die gewrichten grote klappen krijgen kleiner dan dat jij daar niks aan doet buiten je dagelijkse sport als volleybal. Ik denk dat het vaak onderschat wordt hoe zware klappen onze spieren en onze gewrichten krijgen. Hè? Als je zo vaak springt, zo vaak neerkomt op een harde vloer, als je zo vaak hard tegen een bal aanslaat, schouders en knieën moeten onderhouden worden. En dat doen wij op maandag, dinsdag en donderdags, begeleid met de fysiotherapeut. Op de donderdag, dat is een circuitvorm en dat is dus meer gericht op snelkracht. De maandag en dinsdag zijn meer gericht op wat fysiekere, hardere arbeid. En naarmate we richting de wedstrijd komen, proberen we dat om te zetten naar snelkracht. Donderdags doen wij altijd na de krachttraining videobespreking. Dus dat is van de wedstrijd die dan volgt zaterdag. Dus we kijken beelden van de tegenstander. En dat is dan meestal van de laatste wedstrijd die tegenstander gespeeld heeft. Dus in de samenstelling waarmee ze de laatste wedstrijd gespeeld hebben. Maar het is eigenlijk één grote database waarin wij wedstrijden verzamelen van onze tegenstanders. Om eigenlijk de goede punten van een tegenstander te bekijken, maar met name natuurlijk de zwakheden en waar onze kansen liggen om hun te pakken. En dat doen we op donderdag. Op donderdag wordt meestal ook al de opstelling bekendgemaakt en daar gaan we daarna mee aan de slag op de training. Dat weet hij altijd wel, hè? Dus dat je daar wel als blokkeerder op attent bent. Hij speelt heel vaak, wil heel graag dat zijn spelverdelers echt korte lijnen spelen. Dus als een paas rechts is, dan kun je er. Is dat opgevallen of niet? Ik denk dat deze trainer wel kiest voor een democratische benadering. In die zin dat wij als spelers zijn er wel invloed hebben op het tactisch plan. De dag is nog niet om. De videobespreking wordt direct gevolgd door nog eens 2 uur zaaltraining. Is uit? Nee. Hij is in? Ja, ik zie hem niet. Godverdomme. Zaterdag de wedstrijddag is aangebroken. Dirk vertrekt richting winkel- en sportgebied Stappengoor om van daaruit gezamenlijk met het team te vertrekken richting Zwolle. Ja, mijn zaterdag is eigenlijk volledig gericht op de wedstrijd. Dat is echt al sinds ik volleybal zo. Ik probeer wel een soort van clear mind te hebben.
op een zaterdag voor een wedstrijd. Ik ga geen werkzaamheden voor school verrichten. Ik ga niet in de middag lunchen met iemand die ik al lang niet meer gezien heb. Ik spreek op zaterdag geen dingen af buiten de wedstrijd. Dat is meer iets voor een zondag. Soms kijk ik nog wat beelden of doe ik helemaal niks. 4 uur voor de wedstrijd van start gaat in Zwolle. Mannen. Verzamelen de technische staf en de spelers van Tilburg STV zich op het parkeerterrein van de T-kwadraat. We hebben vaak lange busreizen. Nou goed, we hebben via Destil de bus beschikbaar om die te gebruiken om daarheen te gaan. Dat is echt top. Dat is echt goed geregeld van de club. En ik vind het ook heel fijn dat Destil daarin wil meedenken. Het zorgt ervoor dat je als spelers zijnde rust hebt in je benen. Dat je niet continu het gaspedaal in hoeft te drukken of de koppeling. En dat je gewoon volledig kan focussen op datgene wat je op zaterdag moet doen. En dat is uiteindelijk alleen maar de wedstrijd spelen. Maar het zorgt ook voor een stukje teamsfeer, een stukje ontspanning. We nemen vaak pokerset mee. Er is achterin ruimte om te pokeren en lol te maken met elkaar. Dus in die zin is alles, alle ingrediënten aanwezig om zowel ontspannen richting een wedstrijd toe te leven als in alle rust. Dus daar de focus op te leggen. En ja, daar is die bus ideaal voor. Koud Leon die vorige keer. Nou, ik ging hem blazen. Met een leeftijd van 23 jaar heeft Dirk al een behoorlijke prijzenkast. 3 maal landskampioen, 3 maal bekerwinnaar diverse Europese wedstrijden, waaronder de Champions League, Europees libero van het jaar, nominatie sportman van het jaar en speler van het nationale herenvolleybalteam. Begonnen bij Sliedrecht, 3 zeer succesvolle jaren bij Dynamo Apeldoorn en nu voor het 2e jaar succesvol in Tilburg. Zo'n zaterdag is natuurlijk ook wel een ontmoeting met het verleden. En een, zoals bijvoorbeeld zaterdag ontmoet ik de coach die mij voor een groot deel gemaakt heeft tot wie ik nu ben. De coach die mij een hoop kansen heeft gegeven om op het hoogste niveau te kunnen spelen, fouten te maken. Hij heeft altijd vertrouwen in me gehad. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. En ongeacht of hij nou mijn tegenstander is of mijn medespeler, ik straal het altijd wel uit. Ik denk dat het geheim van Tilburg STV dit seizoen, maar ook vorig seizoen, is dat we een nieuwe speelstijl inbrengen. Dat we een nieuwe manier van volleyballen proberen te brengen. Waarbij we niet blind elke bal aangaan, maar dat we proberen met het hoofd te spelen. En dat we proberen de tegenstander het zo moeilijk mogelijk te maken, waardoor wij ons weer kunnen focussen op blokverdediging. En ik denk dat die manier van spelen is deels gewoon ook voor een heel groot deel overkomen uit Mazeik. Die hebben natuurlijk al bewezen dat het effectief is. En wij proberen dat zo goed mogelijk niet te kopiëren, onze eigen draai eraan te geven. En kijken met welk materiaal, welke spelers we hebben. En zo op die manier een tegenstander te bestrijden. Wij beginnen altijd 5 kwartier voor de wedstrijd met surf-paas. Daarin geven we de serveerders ruimte om hun schouder warm te slaan en paasers ruimte om in het moment te komen, om een goed gevoel te krijgen bij de passing. Een half uur voor aanvang trekt het team zich terug in de kleedkamer. Hier zet coach Bijsterbos de belangrijkste zaken nog even op een rij. Speel ook met lef. Wedstrijden waar we goed spelen zijn de wedstrijden waar we durft te hebben, waar we druk durven te zetten, waarin we de tegenstander echt moeilijk hebben gemaakt. Ja? Dat waren ook de wedstrijden waarin we met veel passie gespeeld hebben, emotioneerd, energie. Dan zijn we op ons best, heren, dat moeten we vandaag doen. Die 3 dingen. Faith, guts, passion. Ja? Let's go! Huurlijk! 25 minuten voor aanvang van de wedstrijd hebben wij afgesproken om de warming-up te starten. Dat zijn afspraken die je met elkaar maakt. Dat zijn, spelers moeten zichzelf prettig voelen. En dit is ons ritme. Ik denk dat het goed werkt.
Ik denk dat wij, als de eerste bal geslagen wordt, dat iedereen fysiek en mentaal in die staat moet zijn om die eerste bal goed te verwerken. Zowel focus, dus mentaal als fysiek, is de climax zaterdag om 8 uur. En alles is erop afgestemd om op dat moment op je top te zijn. Dus dat neemt allebei toe. Zowel je focus zal toe moeten nemen richting een wedstrijd, hoe dichter die er komt, als je fysieke mogelijkheden om te pieken. Mijn rol als aanvoerder op zaterdag is eigenlijk niet meer als een ceremoniële taak. Tenminste, zo zie ik het. Ik geef akkoord voor de spelers die op het wedstrijdformulier staan voor de wedstrijd. En ik geef akkoord voor de uitslag na afloop van de wedstrijd. En ik doe de TOS, dus met de andere aanvoerder van het andere team. Tossen wie er mag beginnen of er nog bezwaren zijn bij het gezamenlijk inslaan en dat soort werk. Maar verder niks. Ja, de wedstrijd gaat beginnen, dat is mooi. Dit is waar ik deze week voor gedaan heb. Ik kan laten zien dat ik beter ben geworden. Ik kan laten zien wat ik kan. Dus ik heb er zin in.